Wat het dus allemaal aan elkaar bindt, is dat idee van natuur als uitgangspunt en dat het redelijk klein is. En ik vind het heel fijn om geïnspireerd te raken buiten, dus tijdens wandelingen, maar ook gewoon het bekijken van mooie beelden. En dan trek ik mij terug in dit kleine atelier, om daar dan in alle rust en stilte dat weer te geven. En dat idee van rust en stilte vind ik ook belangrijk om ermee op te roepen. Ondanks dat ik zoiets heb van, nou kom, laat ik wat groter gaan werken, kom ik toch altijd weer uit op mini. Dat past denk ik heel goed bij jou. Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben zelf ook niet zo groot, maar soms denk ik, nou kom op, laat ik nou eens wat stoerders doen of zo. Maar ja, dan koop ik ook net zoals onlangs koop ik zo'n miniatuur drukpers. En dan denk ik, ja, dan gaat het weer niet gebeuren, het hele grote werk. Maar ja, stiekem vind ik het ook wel gewoon leuk als het heel klein en op die manier ook ja, bescheiden is. Het heeft een soort van ja, intimiteit ook als het zo klein is. Esther, je hebt hier een prachtig kabinetje buiten staan. Ja, wat is de bedoeling van dat kabinet? Nou, ik heb altijd al een beetje de wens gehad om een combinatie te hebben van atelier en winkel. Ik zeg bewust winkel, omdat dat ja, beter past dan galerie. Galerie, ja, het klinkt meteen zo, dat is een winkeltje, maar ja, dat is nogal hoog gegrepen. En onlangs toen liep ik langs zo'n kleine bibliotheek, weet je wel, in een voortuin. En vlak daarna langs een huis die dus wel een vensterbank had met spulletjes erin. En ik denk, ja, wat doe ik nou toch moeilijk? Ik kan gewoon zo'n kastje maken, een kabinet, een klein kunstkabinet in de voortuin. En wat staat er allemaal in dat kabinet van je? Ik heb hier linksonder een artprint. Het is een hoogwaardige reproductie van een aquarel van een slapende hazelmuis. Stiekem een verwijzing naar Alice in Wonderland. Maar ook de natuur, wat zo belangrijk voor me is. Daarboven een hele kleine linoleumsnede van boomstammen. Daarboven een kaart naar de aquarel van Reinhard de Vos. Dus eigenlijk ook weer een beetje een literaire en tegelijkertijd natuurlijk uitgangspunt. En een kaart van het Witte Konijn. Ook naar een oorspronkelijke aquarel. En ook weer Wit Konijn, stiekem Alice in Wonderland. En die geef ik er nu bij vanwege het jaar van het konijn. Dus bij alles wat mensen kopen, krijgen ze dat cadeau erbij. En daarnaast vind ik het heel belangrijk om bijdrage te leveren aan een groene wereld. En zo kwam ik op het idee om een deel van mijn opbrengsten, 10%, te geven aan stichtingen. Op het gebied van natuurbescherming en dierenwelzijn. En voor dit kabinet heb ik gekozen voor Bomen voor Koeien. Dat is een project waarbij je met, als je 10 euro doneert, wordt er ergens bij een boer in het weiland of aan de rand van het weiland een boom geplant waar de koeien, schapen of de grazers daar kunnen schuilen. En dat vond ik zo'n leuk idee, omdat het en ja, een boom, ik bedoel, je wil zoveel mogelijk bomen wat mij betreft. En het is ook goed voor de dieren. Dus ja, dat het ook echt een tastbaar eindresultaat is. Dus dat leek me heel erg leuk. Dus iedereen die iets koopt uit het kabinet, die draagt bij aan een boom. Ik heb de kunstacademie in Arnhem gedaan. Daar ging ik op mijn 18e heen. Daarna heb ik eigenlijk een soort van iets heel anders gedaan. Daar heb ik kunstgeschiedenis gestudeerd. Maar daarnaast en daarna ook nog allerlei andere opleidingen gedaan. Onder andere aan de academie in Antwerpen. Dat was een houtsnijopleiding. En ik heb klassieke schildertechnieken gedaan bij Atelier Sint-Lucas in Den Haag. En ja, daarnaast nog eigenlijk allerlei andere dingen. Ook een creatieve vakantie waar ik ging beeldhouwen in speksteen en schilderen. En sieraden en zilverklei. En eigenlijk weet ik het bijna niet meer. Ik heb echt heel veel dingen gedaan. Dus daar komt al die verscheidenheid vandaan. Ja, ik wil echt zoveel mogelijk proberen. Ik vind het heel erg leuk om heel breed bezig te zijn en elke keer weer iets nieuws uit te proberen. Dankjewel. Graag gedaan, jullie ook.